bij de Dwergentocht en we gaan op zoek naar wat soortgenoten. Ja, we staan dus op de Magische Alp. De Magische Alp. En we gaan zoeken naar dwergen. Geen idee wat ons te wachten staat. En dan gaan we daar naar beneden, naar de Pitmi. We hebben er zin in. Hier groeien dus gewoon de bosbessen in het wild. Hier noemen ze het heidelberen. Kersvers en lekker om zo achterhoofd te gooien. Nou, we hebben lekker specialiteit op van hier, van de Zwitserse Haslital. Dat is de Haslierheugenkoek. Dat is een, ja, we hebben hem al op. Hij was zo lekker. Maar het was met hazelnoten, een soort spijs. Echt heel lekker. En nu gaan we straks weer verder met de wandeling. Ja, het is hartstikke mooi hier. Het is magisch dal. Nou, je ziet hier ook de mist. Het is echt mooi. Hey ho, hey ho. We zijn hartstikke leuke dingen tegengekomen. We zijn een soort dennenappelfabriek tegengekomen. En we hebben ook nog allemaal kleine dwerghuisjes bezocht waar je ook echt in kon zitten. Ja, het was een super mooie wandeling. We hebben onze soortgenoten gevonden. Dat was ons doel. We liepen door een wolk heen, maar het was wel erg mooi. We waren letterlijk met ons hoofd in de wolken.